Maar ik heb al heel veel Keltische kringen gezien, ook in Frankrijk, in Nederland en hier. Maar ze zijn niet origineel meer, ze zijn aan elkaar getrokken. In Frankrijk had ik er een, als je daar middenin ging staan, nou, dat was met een krachtveld, dat wilde je niet weten. Buiten dat, die dingen kunnen nog positief zijn, ze kunnen negatief zijn. In Frankrijk was het heel positief, was ook genezend. Nou, dat ging je dus... Dat krachtveld dat ging gewoon door jij jaren stonden rechtop daar. Zo sterk veld was dat. Die lag boven op een berg. En hoe die Kelten het wisten, ja, dan moet je toch in feite toch een gave voor hebben, want anders kan je het nooit tot stand brengen. Daar moet je verstand van hebben, anders lukt je dat niet. Maar het zijn echt dure krachtplaatsen. Ik voel wat. Hé, Paul, ga je daar staan? Voel je wat? Een beetje kippenpoot. Ja. Dat heb ik op de rug ja. Nu. Ja, dat is het. En als je instapt daar naartoe, heb je het niet. Voel je het? Dat is anders dan ja. Hier. Hier was het wel, ja. Hier heb ik echt kippenveld. Dan voel ik zo mijn haren zo... Juist. Ja. Ja, dat klopt. Dus het is een originele plek geweest. Ze hebben alleen die stenen hebben ze verschuffeld natuurlijk waarschijnlijk. Kijk, nee, inderdaad, hier voel ik het weer. Ja, nee, dat is inderdaad. Hier voel ik inderdaad een soort... Hier ook, dit stuk. Dit straalt uit. Dit soort, kippenveldgevoel. Ja. Ja, hier ook, dit stuk. Weet je nou dat je dit zegt? Nu weet je het. Ga er ook op letten bij de volgende die tegenkomt. Hou een brood over misschien. Zeg het maar zo, maar ik heb veel de grootte ervan.